Je bedrijf groeit. Of je loopt in deze tijden tegen uitdagingen aan. Iedere dag, week en maand is anders. Je wordt geconfronteerd met nieuwe uitdagingen waar je niet altijd het antwoord op hebt. In deze serie gaan we in gesprek met ondernemers die ook mentor zijn bij NL Groeit. Ze delen hun ervaring en expertise om jou verder te helpen met deze uitdagingen. Dit keer geeft Niek Karsmakers antwoord op de vraag: hoe blijf ik mijn medewerkers inspireren? Niek, leuk dat je dit gesprek wilde doen. Niek, jij bent natuurlijk ook medeoprichter geweest van NL Groeit. Ja, klopt. Dat ben ik ook trots op. Het was een hele mooie rit. Ik kan me nog goed herinneren dat we in een hokje stonden. En waar gezegd wordt, het zou wel heel tof zijn om een stadion vol ondernemers te hebben waarin ondernemerschap gevierd wordt. En ik kan me ook nog herinneren dat 5-6 jaar later het moment was dat Ahoy vol stond met al die ondernemers. En dat ik dacht van, holy crap, wat was dit vet. Ja. En dat was voor jou het moment om te zeggen, oké, nu ga ik me weer meer richten op mijn bedrijf. Aim for the Moon, dat is natuurlijk bekend. Ja. En dat heb je gedaan. Maar ik vind het geweldig om weer even met jou te kunnen sparren. En we hebben nu een serie voor ondernemers. En ons onderwerp van deze serie is, voor ons gesprek is, hoe blijf ik mijn medewerkers inspireren? Ja. Als ondernemer ga je natuurlijk door verschillende fases. En je bent toch uiteindelijk de voorman die de mensen moet meetrekken. Nou, daar gaan we het over hebben. Ja. Maar zou jij iets eerst mee kunnen uitleggen over jouw eigen ondernemersachtergrond? Zeker. Dus een van de oprichters van Aim for the Moon. Ben dat 8 jaar geleden gestart samen met Jesse van der Meulen. Ik had eerst een paar jaar in de consultancy gewerkt. En als consultant, wat ik overigens hartstikke leuk vond, kwam ik erachter dat ik heel veel aan het lullen was over innovatie en veranderen. En PowerPoint-presentaties aan het maken was. En dat er veel te weinig van de grond kwam. En dat frustreerde me enorm. En dat was ook de aanleiding om te beginnen met Aim for the Moon. Jesse was van jongs af aan altijd al aan het ondernemen. Die had van zijn vader leren programmeren. Dus hij ging van internetbedrijfje naar internetbedrijfje. Ik vanuit die corporate consultancy-achtergrond zag dat er bij die grote bedrijven heel veel potentie zat voor ondernemerschap, maar dat het dus niet gebeurde. We brachten die twee werelden bij elkaar en zo was Aim for the Moon begonnen. En wat we in essentie doen is het stimuleren van innovatie door ondernemerschap, maar dan in een corporate setting. Met heel veel plezier en dat proberen we iedere dag een beetje beter te doen. En we zitten nu toevallig ook op jullie kantoor. Je hebt een groot kantoor. Hoe groot is het bedrijf inmiddels geworden? Het is inmiddels ook een stukje geslonken door de huidige corona-epidemie. Maar we zijn met een club van 20 man op de loonlijst. En daaromheen zit een groep van allerlei freelancers waar we te gekke projecten mee doen. Ja. En een van die te gekke projecten, dat is uitgegroeid tot een tweede bedrijf dat je ernaast hebt. Exact, dat is begonnen als een grap. Jeu de Boele op het Museumplein. En inmiddels de eerste, maar ook een van de grootste indoor Jeu de Boele foodhallen van Nederland. We zitten in verschillende steden, zijn nu aan het openen, ook in Haarlem. Anticyclisch investeren. Ja, klopt. Dus we proberen zoveel mogelijk leuke dingen te doen. En dat niet in isolatie, maar altijd kijken van hoe kunnen we dat samen doen met corporate partners om sneller schaal te creëren in plaats van zelf op de zolderkamer te blijven rommelen. Ja. Hey, en wat ik al zei, het onderwerp is inspireren van medewerkers. Nou, jij bent natuurlijk leider van jouw organisatie en dat rust dan ook op jouw schouders. Wat is jouw visie op het inspireren van medewerkers? Ik ben één van de leiders. Ik wil me niet neerzetten als de enige leider. We zijn echt kompanen en daarbij hebben we nog een andere partner. En we zijn met z'n drieën het leiderschap van Aim for the Moon. Ik denk dat belangrijk is in ons leiderschap is dat we op de eerste plaats een gedeelde visie hebben. Daar begint het mee. En dat die visie verder weg is dan het behalen van het resultaat in dit kwartaal. Dus met elkaar zetten we de visie neer van waar willen we over 5 jaar of 10 jaar naartoe. Ons bedrijf heet Aim for the Moon. Gelieerd ook aan moonshots. Dus wij willen een moonshot neerzetten. In de terminologie die ook vaak voorbij komt. Dus B-hacks neerzetten. En een B-hack is dan? Een big, hairy, audacious goal.
Dus een heel stoutmoedig doel ergens in de verte. Ja, en dan wil ik niet zeggen dat we die altijd 100% helemaal scherp hebben. Maar we proberen wel iedere keer het team weer mee te nemen naar dat wenkende perspectief waar we het allemaal voor doen. En voor ons is dat we hoe de wedstrijd gespeeld wordt, willen veranderen. Namelijk, wij geloven dat als je die twee werelden, wat ik net ook zei, van die grote corporates en die kleine start-ups, beter aan elkaar verbindt en beter met elkaar laat samenwerken, dat we gewoon het systeem kunnen veranderen om sneller impact te realiseren. Ja, en om de zoveel tijd hebben we daar weer een hele mooie, prachtige zin voor, hoe dat dan weer dan heet. En we proberen daarmee focus te creëren voor het hele team, waar we naartoe willen gaan. En daar vertalen zich dan weer jaardoelen, kwartaaldoelen en wekelijkse KPI's uit voort. Maar eigenlijk wat je beschrijft is natuurlijk de diepere manier om mensen intrinsiek bij je bedrijf en bij het doel van het bedrijf te betrekken. Dus dat is eigenlijk inspireren. Dat je mensen meeneemt in wat populair werd gezegd een paar jaar geleden, in de why van het bedrijf. Waarom je bestaat. Ja. En de purpose. Ja. Ja, ik denk dat het met name in de business waar wij in zitten niet anders kan. Wij werken met hoogopgeleide, energieke doeners, echt talenten, die in principe overal aan de bak kunnen. En het product wat wij als Aim for the Moon hebben, zijn de mensen die voor ons werken. Dus we moeten de allerbeste mensen uit de markt hebben. En dat kan alleen als zij intrinsiek gemotiveerd zijn om het werk iedere dag te doen wat ze doen bij ons. Ja. En dat samen met ons te doen en ook samen te gaan voor die ene moonshot. En dat kan wel een beetje veranderen, maar belangrijk is van ja, ik moet soms ook vervelende klussen doen in mijn dagelijkse werk, maar ik weet wel waar ik het uiteindelijk dan ook voor doe. En wat wij ook doen is, wij delen ook ons bedrijf met de mensen door middel van het beschikbaar stellen van certificaten van aandelen. Zodat mensen die ook met ons ondernemen, ook daadwerkelijk mede ondernemen. En dus toen je net vraagt, ja, je bent dan de leider. Ja, ik vind dat we allemaal leiders zijn. En ik denk dat een van de krachten voor het inspireren van de mensen in ons team is ook het geven van vrijheid, het geven van verantwoordelijkheid, het creëren van cellen, kleine bedrijfjes binnen het bedrijf met hun eigen verantwoordelijkheidsgebied. En dat vinden de mensen bij ons super tof. Ja. Maar wat ook blijkt, is dat ook niet iedereen dat aan kan. En dat veel ruimte en vrijheid, daar komt ook. Ja, dan moet je ook zelf initiatief nemen en resultaten boeken. En is ook niet voor iedereen weggelegd. Even nog terug naar de belangrijkste les van jou. Creëer een inspirerend doel voor de toekomst. Zorg daarvoor dat je inderdaad dat connect. Zorg dat je de mensen erbij zoekt die daardoor intrinsiek gemotiveerd worden. En dan is het al een stuk makkelijker. Ja, en dat moet je dus onderhouden. Ja. Nu zit er iemand te kijken. Hè, die heeft een bedrijf van 26 man. En die krijgt... af en toe gaan de mensen weg omdat het niet meer leuk is. Die voelt, oké, ik moet iets doen om mijn mensen erbij te houden. Ik moet iets doen. Wat zijn nou de gereedschappen die persoon heeft om daar iets een verandering in te brengen? Ik denk wat wij doen in ieder geval is niet zozeer als leiders zeggen van dit is het en daar gaan we naartoe en volg mij. Nee, wij proberen alles toch wel in gezamenlijkheid te doen met de mensen en daar iedereen ook in te horen en ook te begrijpen van wat er speelt en wat mensen drijft. Dus op de eerste plaats stel ik daar vragen over en luister ik dat daarnaar en neem ik dat mee. En dat wil niet zeggen dat het helemaal een poldermodel is, onze visie en waar we naartoe gaan. Maar het is wel gewoon het samen doen en ook iedereen daarin meenemen. Dus ik weet niet. Dat op de eerste plaats. Ja. Op de tweede plaats denk ik van als je in een bedrijfstak zit waarbij je bezig bent met dingen die de wereld niet zozeer een betere plek maken, maar een slechtere plek maken, omdat je vervuilend bezig bent of weet ik veel wat voor slechte dingen je allemaal kan doen. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen daar op afhaken. Ik zou me dan als ondernemer afvragen van oké, moet ik dit en wil ik dit nog wel blijven doen? Hoe kan ik het dan op een dusdanige manier doen dat het wel beter is
ja, dan wat het was. En, ja. En dat naar voren te brengen en daar mensen op mee te nemen. Haal je dat dan ook uit de mensen? Want jij zegt aan, je moet met ze praten, je moet met ze luisteren. Haal je dat uit? Dat haal ik wel bij ons. Ik specifiek bij ons, de mensen die bij ons werken, die hebben gewoon een intrinsieke motivatie om goed te doen. Ik denk dat uiteindelijk dat diep van binnen iedereen dat wel heeft. Er zijn ook de nodige onderzoeken naar gedaan en nog recente boekjes over geschreven. De meeste mensen deugen. Dus daarop intappen en samen aan iets moois werken, ja, ik denk dat inspireert. En dat krijg ik ook terug van mensen met wie we werken. En dan wordt er vaak nog eens een keer een derde genoemd. Nou, we zijn nu in jouw kantoorgebouw en het ademt uit dat hier ook wordt gefeest, wordt gevierd. Ja. Dat is het vieren van successen. Ja. En ik geef hem even voor, omdat we juist in een ruimte hier zitten. Ja, de camera pakt maar een deel hiervan, maar je voelt gewoon, oké, hier... Ja, dit is ons ook ons is een hip en happening place. Dus hier inderdaad vieren we ook onze successen. Kijk, dat is het probleem inderdaad met het zetten van een moonshot en een doel dat ver weg is. Je bereikt het nooit. Nee. Je bereikt het ook nooit. Omdat je drukt altijd wel weer verder. Je pusht altijd weer naar het volgende wat je bereikt. Dat zit trouwens ook in mij als persoon. En het allermoeilijkste, en vind ik trouwens zelf nog steeds een van mijn, is gewoon het blijven vieren. En stilstaan en af en toe een keer je arm knijpen bij je compagnon van holy shit, we zijn toch mooie dingen aan het doen. Dat is voor mij ook al vieren. En met het team, ja, inderdaad. Als er iets gebeurt, wel ook complimenten geven en even tijd pakken om een borrel of een fles champagne open te trekken. Dat proberen we wel zoveel mogelijk te doen. Ja. We hebben zelf ook een wekelijkse huddle met onze projecten. Ja, we hebben een dagelijkse huddle, maar ook een wekelijkse huddle waar we projecten wat uitgebreider bespreken. En een van de onderwerpen, standaard onderwerpen daar is ook van, hey, wie wil jij een high five geven? Het is een beetje Amerikaans, hey, lekker high five met elkaar, maar het geeft wel een ritme aan het vangen van dingen die goed gaan en waar je even bij stil wil staan. Ja. En zo'n high five wordt dan op de foto gezet, die gaan op een grote muur met een fotootje erbij en er wordt dan bijgeschreven waarvoor de high five was. Nou, maar je zegt het klinkt een beetje Amerikaans. Aan de andere kant, het is zo makkelijk om je continu te richten op de dingen die slecht gaan. Ja. En inderdaad, en dat doen we ook. Ja, maar als je een systeem hebt waarin je richt op de dingen die goed gaan, ja, dan is dat denk ik wel een heel inspirerend voorbeeld. Nou, en een ander voorbeeld is, iedere vrijdag gebruiken wij een tool waarin we gewoon de feedback van de week opschrijven. Dus van wat ging goed, hoe scoor je de week, wat ging goed, wat gaat de focus zijn voor volgende week en wat kan beter. Maar daar ook dus gewoon die complimentjes geven aan elkaar. Dus ook wie wil je een compliment geven. En superleuk om dat ook te lezen, wat andere mensen over anderen zeggen. En dat is ook een vorm van vieren. Dus een cultuur creëren waar een compliment gegeven wordt. En ja, vandaag de dag kunnen we dus niet met z'n allen lekker borrelen. Maar pre-corona, ja, dat deden we wel vaak. En niet alleen voor onszelf, maar ook in samenwerking met onze klanten. En gewoon leuke dingen organiseren. Ja. Ja, dat is wel belangrijk. We raken een beetje aan het einde van ons gesprek. Je hebt enorm veel al goede tips gegeven waar het gaat om de doel op afstand, intrinsieke motivatie en de mensen daarop koppelen. En vervolgens, we hebben het over gehad over die positieve cultuur van complimentjes en dat je daar een systeem in bouwt. En dat lijkt me onderdeel. Heb je nog een soort van laatste ding dat je zou kunnen meegeven? Ja, voor mij het allerbelangrijkste, gewoon, durf gewoon kwetsbaar te zijn als leider. Kwetsbaar niet in de zin van zwak, maar kwetsbaar in de zin van krachtig. Door aan te geven van, wat weet je wel, wat weet je vooral ook niet. En waar heb je hulp voor nodig en waar heb je goede mensen om je heen nodig. Maar af en toe ook een keer durven te zeggen in een meeting of in een afspraak van, ja, ik weet het niet, is... Geeft rust en vertrouwen ook aan mensen in je team om te zeggen van ja, ik weet het ook een keer niet. En dat geeft een veilig gevoel. En ik denk dat veiligheid ook weer een belangrijke bron is voor geïnspireerd werken. Dus ja. Dat. Ja, dat is volgens mij een mooie afronding. Niek, mag ik je bedanken dat je En Groeit Mede hebt opgericht.
Mag ik je bedanken dat je nog steeds mentor bent bij Endogroei en mag ik je bedanken voor dit gesprek. Super.